le pain. Allianz productiegebied, alle maand lang, veel eerder ook, is door onder andere de president-commissaris, die heb ik net gesproken, de directeur, de heer Koerban, aan de bel getrokken dat er wat lekkages bij de dam. Zowel naar OW als de minister van LVV. Wanneer zo'n gevoelige plek langs het water al lekkages vertoont, gaan we voor de zoveelste keer wachten tot het kalf verdronken is, letterlijk. Wanneer de minister, ik bel de minister van LVV al de hele morgen, ik heb de beelden en het app voor hem gestuurd. Nu, u ziet de beelden, het water drinkt bij de bewoners. Het zijn ongeveer 70 gezinnen die daar wonen. 70 gezinnen. Los van dat ze mensen van LVV zijn die daar werken. U weet, de armoedegrens, zwakke huishouden, hoeveel dat is. Leven de mensen daar van planten ook. Maar als een maand lang lekkages vertoont bij de dam, niet wordt opgetreden en nu springvloed aandien. Ja, het kwaad is al geschied. Kunnen we geen voorbeeld nemen van weg naar zee? Natuurlijk kunnen we ook zeggen, tegen het water kunnen we niet veel doen. Maar wanneer dit zich nu speelt op Allianz en mensen al een maand lang bezig is om die lekkages, dat merkbaar is, waarom wordt er niet adequaat opgetreden? Er is nu een machine van een particulier daar, van een zekere meneer Rojam. Ik hoop, en ik heb die boodschap ook voor de DC gestuurd, ook voor de minister, dat men niet moet wachten en gelijk moet handelen om alvast te redden wat te redden valt. En ik hoop niet dat dat straks een gebakkelei zal worden van wel eens niet eens, er moet nu gehandeld worden. Het is een calamiteit. Ik kan u meegeven dat die meneer Rojan nu richting Allianz gaat. En de directeur, meneer Koerban, heb ik ook gesproken. Dus ik hoop dat de particulier die nu daar een machine heeft, ja, kan redden wat te redden valt. Ik hou wel het contact met hem. Weet u, wanneer er zo lang aan de bel is getrokken over Allianz en Allianz zichzelf niet kan bedruipen, dat kan. Wanneer subsidies worden weggehaald, ja, dat kan. Met IMF regel dat alle subsidies weg is. Maar natuurlijk geef ik ook aan dat bedrijven goed doorgelicht moet worden. Is dat gebeurd? Wat is de conclusie? Maar ik krijg het gevoel dat ze Allianz wil laten doodbloeden. En als je niet oppast, mijn gevoel bekruipt mij, wordt straks Allianz ook verdeeld onder friends en family? I don't know. Maar het is triest, triest om dit allemaal mee te maken. Kortom, dambreuk, schade niet te overzien, huilende mensen die me bellen.